ben beroerd, jongens. Spannend of mijn stem het gaat houden. Oh. Ik ben hier, ik ben met je mee. Ik word binnenkort geopereerd, hè. En wat gingen ze dan doen? Ook alweer. Gaan ze dan mama de borstel eraf halen en dan... Ik weet niet. Maar heb jij niet gewoon een trombosebeen? Tatties, welkom bij een nieuwe video. Ja, welkom in onze studio. Althans, in aanmaak. Ja. Wij hebben, zoals ik in de vorige video heb gezegd, een nieuwe boxen besteld. Onder andere, en die boxen zijn binnen. En Sergio kan niet wachten om ze uit te pakken. Oké. Mag ik? Ja. Lang wikken en wegen zijn we gegaan voor de R80 Pre-Sonus actieve speaker. Dat wil zeggen dat de versterker erin zit. In de reviews las ik mooie bas, mooie tweet, hoog, laag. Wie kent het niet? Zijn ze blauw? Nee, ja, als het goed is... zwart, maar de voorkant is blauw. Beetje donker hoekje zo hier, hè? Ja, we moeten hier wel even licht gaan fixen. Ja, dat komt straks als ik daar die dingen ga bouwen natuurlijk. Ik fik het eerst van de doos af. Nice. Die ziet er mooi uit. Mooie retro look. Ja, inderdaad, ja. Heel gaaf. Vetski. Nummer 1. Even kijken waar we ze neer gaan zetten dan natuurlijk. Nou, hij is binnen hoor. Hey. Ja, we hebben snel gehandeld. We denken, oké, nu moeten we het gewoon maar doen. Een loopband. Ja. En we hebben even het een en ander uitgezocht. We wilden geen enorme stellage hebben. Dus we hebben er eentje gevonden die goede reviews had. En hij is compact, klein en je kan hem dus opvouwen. Je kan hem verrijden en opvouwen. Hier heb je die draaiknoppen. Als je die open doet, dan gaat dit gewoon naar beneden. Laat het zien. Draaiknoppen. Beide kanten. Goed losmaken. Ja, er zitten van die tandjes zeg maar op elkaar. Als je nog niet ver genoeg open draait. Zo. Kijk. Dit kan er eventueel ook af. Maar... En dan... daar de wieltjes. Dus dan til je hem hier op. Eigenlijk is dit al onderdeel van je training. Ja. Ja, dan... zet je hem weg. Je kan hem verrijden, je kan hem onder je bank deels kwijt, zeg maar. En, maar je kan hem ook rechtop zetten, had ik ook nog ergens gezien. Ja. Maar hij is gewoon van zichzelf ook vrij compact. Dus dat is ook gewoon fijn. Ik had wel gelezen inderdaad dat je niet een heel groot mens moet zijn. Nee. Daar is hij gewoon... net wat te klein voor. En dan zet je hem dus in elkaar.
En dan zeg je van, ik ga even de Mont Ventoux beklimmen. Ja. Mont Ventoux, hoe heet het ook alweer? Nee, de Alpe d'Huez. En hij laat dus weten hoe lang je bezig bent, wat de afstand is. Ja, hij kan waarschijnlijk ook de calorieën laten zien. Ja, dan moet je even hij instellen. Hij wisselt volgens mij telkens, hè, van dit is je speed, ja. Dit is de tijd en zoveel calorieën heb je verbrand. Je kunt dus starten en stoppen. Ja. Je kan je handen erop doen, dus dan zal hij ook het een en ander meten. Ja, je kan snel de snelheid aanpassen. Nu 5 kilometer per uur. En hij komt tot 12, hè? Ja. Nou, 5 kilometer per uur vind ik toch wel een aardige doorstap, zeg maar. Vind ik toch al een standje van ik ga verrennen. Ja, precies. En dat is 5 kilometer per uur. Dit is 12. Dit is 12. Dus dit is zo hard. Hij is er aan het opwarmen. Ja. Nou ja. En je kan... Hij moet niet meer stappen, want dan... Nee, precies. Hij is niet heel... Wow. Nou, daar heb je dus deze voor. Als het goed is, als je die eraf trekt. Kijk, error. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga even een stukje wandelen. Ik ga even naar Jessie. Ja. Nou, ik ben begonnen. Ik zit aan de lijn. En natuurlijk filmpje erbij. Zo, nou. Ik heb 40 minuten gelopen. En ik ging er ook van zweten. Ik verstond 20 minuten net. Dat vond ik al goed. Oh. Nou, dank je. Nee, 40. Lekker. Ja, dus ik heb wel gezweet en... ik voel het wel in mijn heupen, moet ik zeggen. En... ik kwam er ook achter dat volgens mij mijn ogen ook niet helemaal goed meer zijn. Want ik had mijn iPad voor me gezet. Toen dacht ik, die ondertiteling is toch niet echt heel erg helder meer. En ondertussen heb ik ook weer een keelontsteking. Is ook echt helemaal geweldig. Dus daar voel ik me aardig beroerd door. Maar goed, toch fijn om het even gedaan te hebben. Ik ben er wel, blij mee. En jij? Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een mooi ding. Ja. Ik ga er morgen weer even op lopen, denk ik. Maar ik moet ook nog mijn fietsband maken. En koken. En de gordijnen gaan aanbetalen in Amsterdam of Utrecht. En dat wordt waarschijnlijk na het weekend. En dan moet jij natuurlijk zaterdag optreden. En dan wilde iemand... Met een keelontsteking. Ja, dat wordt helemaal drama natuurlijk. En dan wilde iemand 5 pizza's voor zaterdag. En Olaf en Marcella komen en zaterdag. En ik wacht nu nog op een pakketje. Dus ja. Ja, ja. En? Het lekker vol. En mijn moeder wordt geopereerd morgen. Mijn moeder die krijgt een borstverkleining. En mijn moeder wordt dus geopereerd door ook mijn arts. Die 9 november mijn borsten gaat doen. Ja, ik vind het toch wel spannend. Mijn moeder hoopte het voor de 70ste te kunnen doen. Nou, net op tijd. Want 18 november wordt ze 70. Ja. Dus ja, ik vind het wel spannend. Want het is niet niks. Zeker. Zo'n operatie toch. Nee. Maar ik hoop dat ze er heel veel plezier van heeft. Dus morgen om 10 uur. Ja.
Ik vind het wel een leuke trend. Misschien dat ik het ook maar ga doen. Borstverkleining. Nou ja, iets aan mijn hoor. Je doet nog wel iets aan je borst. Ik denk, ja, ik ga niet achterblijven eigenlijk. Dus, even met Braan praten. Zeg, wat kun je ermee? Weet je wel? Met die puddingjes. Nou, ik denk vast dat ze er wat mee kan, maar dan, dan mag je het zelf betalen. Ja. Dus ja, nou, dat weer. Nou ja, ik ben best lekker aan het sporten al de hele week. Ja, goed bezig. Ik ben zaterdag met Jessie naar de bootcamp geweest. En, dat vond hij super leuk. Dat vond hij echt leuk. En op mijn werk een paar keer. Ja, dan had ik net wat willen doen, maar ik ben even bezig geweest met die draadloze harde schijven die we nu hebben. Het ging ook niet helemaal van een leidakkie. Nee. Ondertussen, ik weet niet of ik dat al had verteld, maar Jesse Silver die heeft een fikse oorontsteking weer, dubbele. Eén loopoor. En de ander die zat helemaal dicht. En die deed natuurlijk nog veel pijn. Want ja, die was nog niet open. Maar aan de andere kant wil je hem niet open hebben. Want dat is nou ook niet echt geweldig voor je trommelvlies. Ja, dus naar de dokter geweest. En zure druppels gekregen. We zijn weer lekker bezig. Lekker weer in de ziekenmand. Ja. Maar trouwens, was het niet vorige keer ook zo dat toen hij een keel of een oogontsteking had, dat ik een keelontsteking kreeg. En daarna mijn moeder streptokokken. Oh ja. Ja. In die volgorde ook. Ja. Ja. Maar ja, goed, ze zeggen dat het daar niet door kwam. Dus ja. Nee, ja, maar ze kunnen me meer vertellen. Op medische sites hebben we gelezen dat het wel kan. Dus ga mij nou niks wijs maken. Ja, maar ja, ze hebben het als het goed is getest. Wat hebben ze getest? Ze hebben niet getest of het van Jessie komt of niet. Nou, niet of het van Jessie komt, maar wel of het een bacterie is die uit het oor uitkomt of zoiets, toch? Nee. Het was streptokokken. En zij zijn van mening dat het daar niet door kan komen. Maar wij hebben gelezen dat het daar wel degelijk door kan komen. Ja. Het zijn allemaal maar hele kleine mogelijkheden. Ja. Maar het is er wel een. Ja. Nou ja. Ja. We hebben er toch niks aan, want... En hoe gaat het met je moeder nu? Wil je daar wat over vertellen? Ik weet nog niet of ik mijn haar laat knippen of niet. Ja, nou ja, ik denk van wel. Jij denkt wel dat ik het ga doen. Oké. Okay. Nou ja, ik filmde je net van achteren, omdat je iets aan het ding doen was. En toen was er echt een hele kale stuk gewoon. Een heel kaal stuk. Jij gaat een krans krijgen, denk ik. Ik denk een medaille. Als ik zo. Maar mama heeft heel veel pijn nog steeds. Ja, aan de benen, hè? Ja, ja dus daar zitten nog steeds. Die kloof van nak. Er zitten nog steeds. Allemaal. Wat zijn het? Ja, vlekken op korsjes, de been. Korsjes. Het zijn eigenlijk been. Een beetje uitgeharde bloeduitstortingen van binnenuit. En dat doet gewoon heel veel zeer. Ze heeft allemaal knobbeltjes en bobbeltjes in de benen. Dat zijn allemaal die dode plekjes. En dan was het deze week, werd het weer een beetje roodachtig, rooiig. Wat duidt op een beetje ontsteking. Dus het ging weer allemaal een beetje gloeien en zo. Ja, gelukkig niet die bacterie, maar neem niet weg dat het... ontzettend vervelend is en pijn doet en aanslag blijft plegen op je conditie. En, Nog steeds dat ze af en toe moet gaan liggen, de benen omhoog en zo. Hoeveel zijn we nou al verder? Hoeveel maanden? Ja, ik denk wel een maand of vier. Ja,
Dat was mama. Oh, ik dacht dat er gebeld werd. Ja, nou ja, ik ga alvast even in bed liggen. Even tv'tje aan. Oké. Okay. Dan, slaap lekker. Slaap lekker. Tot morgen. Ik ben beroerd, jongens. Oh, man. Ik ben er gewoon eerder uitgegaan. Om onder de douche te gaan staan. Onder de warme douche. Alleen maar daar staan. En dat helpt toch altijd wel een beetje. Maar oh, ik kan het niet goed zien. Maar er zit weer allemaal lekker slijm. Maar ja. Ik kon ook niet meer slapen. Dus ja, het heeft ook niet erg zin om thuis te blijven en te gaan slapen. Ik ben uiteindelijk gisteren ook gewoon naar werk gegaan en er doorheen gekomen. Dus ik hoop dat dat vandaag ook lukt. Ik heb een medicijntje die de keel een beetje verdooft. Hoewel ik meer het idee heb dat hij mijn tong verdooft in plaats van mijn keel. Ja, vaak is het met keelpijn zo dat, ja, of het is een virus of het is een bacterie. Maar ik geloof dat de meeste is een virus. En dan, ja, dan moet je lichaam het gewoon weer zelf opruimen. En dan heb je geduld nodig. Maar vreselijk. Ik, van die onrustige benen ook gelijk. Weet je wel, dat je echt je koortsig voelt, je grieperig. Het slaat gelijk op mijn rug. Terwijl, hallo, het zit hier, weet je wel. Oh, nou ja. Even zeiken hoor, even zeiken. Dan gaat het goed. Mijn moeder die wordt zo naar het ziekenhuis gebracht door mijn zus. Ik krijg zo'n operatie, dus dat is ook heel spannend. Ik hoop echt dat het goed gaat. Uiteraard. En dat het de verlichting gaat geven waarop ze hoopt. Dat is gewoon mooi geneest. Maar ja, het enige wat we kunnen doen is vertrouwen hebben. En daar hebben we invloed op. Nou, het is achter de rug. Mijn moeder is geopereerd en het is schijnbaar goed gegaan. Ze is wel misselijk, zoals altijd. Maar we gaan even op bezoek. En de arts heeft gezegd dat het er mooi uitziet. Dus, maar ik gok niet dat ze het al kan laten zien. Want ze zal wel goed ingepakt zijn. Nou, ik lig weer in mijn bedje. Alles was goed bij mijn moeder. Ze was wel helaas toch misselijk. Dus ze wilde de borsten laten zien. En toen... moest snel het bakje erbij komen. Ja, helaas is zo'n narcose toch, ja, neemt nog wat. Helaas brengt zo'n narcose toch altijd flinke misselijkheid met zich mee. Bij ons in ieder geval. Maar ja, ze had ook wel wat pijn. Ze voelde zich overreden door een vrachtwagen. Nou ja, dat herken ik wel. Maar... ja, het zag er al heel mooi uit. En de arts had gezegd dat het er heel mooi uitzag en zo. Dus, zullen we weer een beetje kunnen oefenen voor jou? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Ik was aardig beroerd vandaag, zoals jullie vanochtend hebben kunnen zien, horen. Ik weet niet hoe ik de dag door ben gekomen, maar het is me gelukt. Dus thuis... gelijk de thermometer erin en toen bleek hij toch 39,3 te hebben. En toen dacht ik, oh, vandaar. Oh ja. Ja, maar goed. Dus weer ibuprofen erin. En prik drinken. Ja. Dat schijnt ook te helpen, ook om het slijm los te krijgen. Ja? Ik heb net wat neusspray genomen. Ga
genomen ook. Neuspray genomen. En dan hoop ik toch dat dat een beetje helpt. Ja, ik hoop het ook voor je. Als je koorts hebt, jongen. Oh, het slaat helemaal. Het slaat op je smakke plekken natuurlijk. Dus gelijk op mijn rug. Hmm. En in mijn benen. En oh, man. En ja. Zaterdag nog een optreden ook nog. Ja. Ja. Dus ik hoop dat dat goed gaat komen. Ik wil wel heel even zeggen werken. Trouwens, al reageren we misschien niet zo vaak meer als vroeger. Ik zie heel veel leuke reacties voorbij komen van zowel oude kijkers als nieuwe kijkers. En dat vind ik eigenlijk leuk. Ja, absoluut. Huh? Ja. We lezen ze wel allemaal, echt waar. Ja. Dus we proberen in ieder geval even een hartje te geven. Maar ja. Nee, absoluut. Zeker leuk. En leuk dat jullie ook zo enthousiast hebben gereageerd op het feit dat we weer wat meer met muziek gaan doen. Dus ja, leuke dingen allemaal. Voor nu gaan we weer. Ik voel gewoon, ik hoor dat je er moeite voor moet doen. Dat je gewoon echt kapot bent van vandaag. Dat je energie gewoon... Ja, ik weet niet waar ik het vandaan heb gehaald om door deze dag heen te komen. Maar... ja, soms denk ik ook van, ik kan eigenlijk ook niet slapen. Dus ja, dan kan ik wel niet gaan werken, maar... Ja. Nee, nou ja, dat ja. Is dan meer de overweging dat je mensen, andere mensen niet aan wil steken. Als je echt weet dat je een dikke griep te pakken hebt of zo. Ja, maar nu weet ik natuurlijk waardoor het komt. Dat ik gewoon een keelontsteking heb. Van Jessie bedoel je? Ja, misschien wel. En wij doen natuurlijk goed onze handen wassen en zo op werk. Dus... Ja. En dan haal je er. En dan hou je er rekening mee. Ja. Maar het is niet fijn. Ik voel me altijd ook zo zielig. Maar je bent ook heel zielig. Ken je dat gevoel? Dat je denkt, ik ben zo beroerd, ik ben echt zielig. Nee, ik niet. Ik ben echt oermens, Neandertaler. Niet kapot te krijgen. Nou ja, ik heb een hoge pijngrens, maar als ik me dan beroerd voel, dan denk ik echt, ik wil huilen. Ja, behalve... Ik word zo emotioneel als ik ziek ben. Ik ben sowieso echt al knijter emotioneel de afgelopen maand. Nou ja, het is ook nog niet dat we weinig hebben meegemaakt in ons leven al inmiddels. Nee. Dus dat brengt ook wel wat emoties met zich mee natuurlijk. En dat je bepaalde dingen gewoon, als je dan dingen hoort, dat je dat dan, dat gevoel weer oprakelt of... Ja. Inderdaad. Ja. Maar verder gaat alles goed. Nu lekker slapen. Althans, even een tv'tje aan, denk ik nog. Hè? Ja. Maar, Earth, Planet Earth. Planet Earth. Grappig vind, dat Jessie dat ook heel interessant vindt, hè? Ja, super leuk. Met alle dieren en dan begint ze erover te praten. Oh, dat is een haai. Oh, dat is een dinosaurus. Oh, hij doet nu dit en... Ja, hij vindt dat super interessant. Dat heeft hij, ik weet niet of jij dat ook vroeger had, maar dat heeft hij wel voor mij. Ik weet niet of ik het vroeger had. Ik vind het nu wel interessant. Ja, vroeger kaartjes sparen en zo. Ik vind het steeds stom dat ik die niet meer heb. Ik heb ook geen idee waar het gebleven is, maar ik had echt een assortiment van, ik denk wel 600-700 kaartjes. In een rode bak, ook helemaal gecategoriseerd. Van gewervelde, ongewervelde, weekdieren, zoogdieren, reptielen, amfibieën. Echt? Insecten, ja, ik vond het echt super leuk. Kleine Freek Vonkie. Ja. Kijk die lachen, denk ik. Wat is dit? Ja, maar ik heb een parkiet gehad, ik heb wandelende takken gehad, ik heb een slang gehad. Ja, ik kan er allemaal niet in hoor, ja. Ja, dat maak ik zelf wel uit. Denk het niet. Ja, ik heb gewoon geen zin om ze te verzorgen ook. Nee. Of geen zin, geen tijd. Dus, maar ja, ik vind het wel heel leuk, ja. Nou. Let's relax. Zo, goedemorgen. Jessie Silver. Die vindt hem ook leuk, hè? Hij kon niet wachten om erop te mogen. En waarvoor is dat rode koordje? Als je vat, dat hij eruit gaat.
Ja, dat is voor de veiligheid, hè? Niet te hard, hè? Kan die ook harder? Hij kan harder, maar... Oh jee. Zijn niet een beetje te hard? Goed zo. Nou, je hebt je ochtendgymnastiek gehad. Toppie. Nou, ik ben bij het optreden bij Landgoed Ockenburg. Spannend of mijn stem het gaat houden. Ik heb ibuprofen naar binnen gegoten, neusspray, gemberthee meegenomen, strepfen om te sprayen. Meer kan ik niet doen. Dus ik ben nu aan het wachten op Ewald en dan kunnen we zo beginnen. Zo, het is Halloween. Halloween night. Halloween. Halloween. Is die weg nu? Ja, hij is weggevlogen daar. Wat ben jij? Ja. Een mummy. Een mummy. Ja. Ik heb maar even heel snel wat in elkaar geflanst. Maar het is helemaal een happening hier zo bij ons in de wijk. Dus het is wel leuk om even een pointje te doen voor Jess. Zo, wat is dat voor Inget? Oh, kijk deze! Jesse! Oh, die is gaaf! Volgend jaar ook van mama. Oh, oh, Jesse. Ik ben met je mee. Wauw. Nee? Ja. Oké, kom. Gaan we hier naar buiten. Zo, hier langs, schat.
Wat zit erin dan? Linker, vind je het eng? Kom dan. Kom maar. Jesse. Kom dan. Hou hem goed vast. Ga drinken. Ik had nou net niet op camera, potverdikke me. Oh. Oh. Nou, het is een groot succes, hè, schat? Maar net aan de kant. Is het een groot succes of niet? Nou, heel evenement hier, joh, in de wijk Groenendaal. Ondertussen zit Jesse zich helemaal vol te stoppen. Hey Jesse, kijk eens. Zo Jesse, ben je blij met je buit? Hè? Zo, jij hebt wel heel veel gehad. En wat vond je nou het allerleukst? Spookhuis? Ja? Nou. Ja, je bent alweer afgeleid, zie ik. Oei, 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 oei. Halloween. Ja, dat is ook wel een beetje Halloween inderdaad. Nou, ik ben wel back af. En jij? Ben je ook moe? Ja. Ik word binnenkort geopereerd, hè. En wat gingen ze dan doen? Ook alweer? Gaan ze dan mama de borstel eraf halen en dan... En dan... een nieuwe zachte borstel op je mama leggen? Nou, ze gaan ze openmaken hieronder, denk ik. En dan gaan ze hetgeen wat er nu in zit, halen ze eruit. Dat is een soort van ballonnetje. En dan doen ze er iets in terug. En dat is dan wat zachter, hopelijk. Ah. Ja. Lig je dan ook wat zachter tegen mij? Ja. Vind je dat nu vervelend om zo hard tegen mij te liggen of niet echt? Ja. Wel. Oh. Dat je borsten zo hard zijn. Omdat mijn borsten zo hard zijn? Ja. Oh. Maar je ligt wel graag bij mij. Dat toch wel. Oh. Dus het is niet zo erg. Nee. Maar het zou wel fijn zijn als ze wat zachter zijn. Oké. En als ik nou geopereerd ben, hè? En dan? Wat ga je dan voor me zorgen? Ja, en dan ga ik ook een ontbijtje voor je maken. Oh, een lekker ontbijtje voor mij maken, ja? Hey, maar ik mag dan helemaal niks tillen en zo, hè? Ik mag mijn armen niet omhoog doen. Dan heb ik jouw hulp wel heel erg nodig, hoor. Hey. En mag je dan je armen niet uitstrekken? Nee, ook niet. Hoe moet dat nou? Dan moet ik een wrapje voor je maken. Ja, misschien wel. Want dan mag je ook niet de tele... Dan kan je ook niet de televisie aanzetten. Nou, het wordt allemaal wel lastig. Maar wel, het kan wel als ik mijn arm een beetje omlaag kan houden. Maar kan jij je dan zelf goed aankleden en zo? Ja. Ja, hè? Ja, maar nou kan mama, papa mij toch helpen? Ja, maar papa is er niet altijd. Je moet werken dan, hè? Elke dag? Nou, niet elke dag, maar wel veel. En eerst komt oma Anja helpen. Oh, ja, dan kan oma mij helpen. Ja. Met aankleden. Ja. Maar jij kan het toch ook wel zelf aankleden? Ja, maar dan zo groot.
Nou, maar lekker slapen. Of heb je nog een vraag? Ik wilde nog iets vragen. Dan, maar wat gaan ze dan doen met jouw kleding? Met mijn kleding? Ja. Ik krijg een soort van schort aan. En dan word ik naar de operatiekamer. Dan moet ik mijn kleding uitdoen. En dan krijg ik een mooi, een soort badjas krijg ik aan. Of een jurk. Zodat ze er goed bij kunnen. Een jurk? Het ziet er een beetje uit als een jurk, ja. Maar dan gewoon zonder dat het los is. Ja. Nee, het is wat losser. Dan heb ik er niks onderaan en dan ga ik naar de operatiekamer. Ja, maar ik bedoel dat er onder, is het onder daar ook dan, is het dan daaronder dan open of dicht? Dat het dan los is of? Los, ja. Dan kan je ook die los, als het los is, dan kan je het ook omhoog doen, omlaag, maar je mag het niet omhoog doen. Nee? Nee, omdat, dan word je toch geopereerd? Ja, ik mag het niet doen. Ik ga lekker slapen. Hele dag? Nee, een paar uurtjes. Dan gaan ze me brengen naar de operatiekamer. Ja, maar dan mag je ook niet naar je werk. Nee, ik mag zeker niet naar mijn werk. Maar dan ben je de hele dag vrij. Ja. Moet ik de hele dag thuis zitten. Ja, maar als je niet meer... Maar mag je de hele dag niks meer optillen? Heel de dag niet. Zeker twee, drie weken niet. Twee weken. Dus dan mag het morgen niet. En na die dag wel. Nee. Na die dag mag het. Na deze dag mag het niet. En na die dag mag het ook niet. Nee. Je mag ongeveer 14 dagjes, meer dan 14 dagen mag ik niks tillen. Okay. Dus jou ook niet, want jij bent al veel te groot geworden. Hey, joh. Maar wil je van mijn krokodillenliedje opzetten op de televisie? Op de telefoon? Op de telefoon? Ja, om een liedje van me te zingen. Oké dan. Een hele goede avond. Nou, vandaag ben ik alleen met Jessie Silver thuis. Want Sergio, die moet helaas werken. Maar hij heeft wel iets heel liefs weer voor me achtergelaten. Hey liefste, hier een zakje gevuld met liefde om bij te komen en te genieten van je eenzame avond, Nisje. Oh, lekker broodje met zelfgemaakte kruidenboter. Oh, en een lekker theetje. Heerlijk. Ja, de week is weer voorbij. En het komt nu wel heel dichtbij. Donderdag word ik geopereerd en ja... Ik ben niet echt gespannen of zo, maar meer dat ik er wel zin in heb. Het is een beetje gek, zeker ook met mijn werk, dat ik daar nu ook een beetje naartoe leef. Van, oh ja, ik moet nog 3 dagen werken met mijn afspraken. Dus ja, je bent echt naartoe aan het werken. Ook omdat je gewoon weet van, ja, dan kan ik even niks. Het is niet een operatie van, nou, ik loop de volgende dag weer gezellig naar huis, althans... Als het goed is wel. Maar ja, weet je, ik mag niks tillen. Ik moet vooral echt even niks doen. En dat is natuurlijk wel een uitdaging met een kleine man die rondloopt. En alle andere dingen die eigenlijk gewoon doorgaan. Want dat is het wel met deze operatie. Het is heel kort van tevoren wordt besloten dat er plek voor je is. En dat begrijp ik ook, want ja, mensen met borstkanker
die acuut geholpen moeten worden, hebben voorrang. Uiteraard. Dus ja, ze kunnen eigenlijk niet verder dan een maand van tevoren plannen. En ja, maar ja, dat betekent wel dat we natuurlijk sommige dingen moeten regelen. En Jesse Silver moet gewoon naar school en soms moet Sergio ook gewoon werken. Dus nou ja, nu hebben wij echt geweldige buren die al hebben aangeboden om, als het nodig is, Jesse mee naar school te nemen of naar huis. En nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Mijn schoonmoeder blijft hier de eerste paar dagen even slapen. Hopelijk is mijn moeder dan weer een beetje op de been en die kan mij ook op een gegeven moment wat ondersteunen. Niet dat ze mag tillen of zo, maar ze mag dan tegen die tijd wel weer autorijden en zo. Dus nou, dat scheelt natuurlijk al een hele hoop. Over mijn moeder gesproken, hoe gaat het daarmee? Nou, ze is natuurlijk geopereerd. Borstverkleining, hartstikke blij mee. Gaat goed, genezing gaat goed, zover we weten. Alleen, afgelopen woensdag hadden we weer een gezellige avond dat we met z'n allen gingen eten. En dit keer, we zouden het eigenlijk met mijn moeder doen, maar dat, ja, daar had ze niet zoveel zin in uiteraard. Dus we zijn lekker hier naartoe, ze zijn lekker hier naartoe gekomen. En op een gegeven moment zeg mijn moeder, ja, ik loop een beetje moeilijk. Ze had een tape om de been gedaan. En ze zegt, ja, heb ze toch verteld, bij 2 weken geleden ben ik gevallen in de keuken. Nee, dat heb jij niet verteld. Nee. Nou, schijnbaar is mijn moeder even onderuit gegaan en lag ze op de snuffert in de keuken. Het is over iets heen gevallen en nou, zoals ze zelf zegt, als een cartoon vloog ze zo achteruit. En daardoor had ze wat pijn aan haar been, aan haar enkel. Maar eigenlijk daarna nergens last van, zag er gewoon prima uit en gewoon goed. Maar ja, nu ineens had ze toch wel last. Dus ik zit zo naar de been te kijken, terwijl ze dat vertelt. En de ene been, de onderbeen, ja, die had ze dus ingetaped en was een stuk dikker. En ik zeg zo tegen haar, ik weet niet, maar heb jij niet gewoon een trombosebeen? Dus ze keken allemaal zo van, oh shit, daar heb ik gewoon echt 0,0 bij nagedacht. Omdat ze het gewoon gelijk ja, aan haar val relateerden, maar dat was wel al 2 weken geleden. Dus toch een beetje van, ja, ik ga de huisartsenpost bellen. Dus ik heb de huisartsenpost gebeld en nou, na wat vragen te stellen, zegt ze, nou, kan je langskomen, want ik wil toch wel zeker kort na zo'n operatie je zien. Nou, dat had ze totaal niet verwacht dat ze dat wilde zien. Dus de avond liep even wat anders. Wij zijn snel wat naar binnen gewerkt en ben ik met mijn moeder naar de huisartsenpost gegaan. En daar werden we weer hartstikke goed geholpen. Leuke arts ook en op tijd. En die nam de tijd. En hij zegt, ja, 1% dat komt door jouw val. Want het is al 2 weken geleden en dat je eerst helemaal niks hebt en dan ineens wel. 80% dat het trombose is. Ja, nou ja, daar werden we natuurlijk even niet goed van. Wel heel fijn dat ik daaraan dacht en ook heel erg goed, zei de arts, van ja. Maar goed, ja. We moesten het wel laten controleren of het ook echt zo was. En dat kon niet gelijk die avond. En ja, dat was ook misschien niet zo fijn geweest, want dan hadden we zeker 4 uur moeten wachten. En het remedie was eigenlijk hetzelfde, namelijk een tromboseprik. En hij zegt, we gaan het anders doen. Morgenochtend ga je naar de eerste hulp om 9 uur. En dan gaan we de scans doen. Dus ik zeg, ja, maar ja, ze woont alleen. Is het wel verstandig dat ze alleen slaapt? Hij zegt, nou, dat is misschien toch niet zo verstandig in verband met een longembolie of nou ja, door trombose dat het ineens. Ik zeg, oké, mam. Ik zeg, je slaapt bij ons,
We gaan nu je spullen halen en je medicijnen. En ondertussen natuurlijk met de familie geappt. En godzijdank konden mijn zus en Marius iets regelen. Dat zij met mijn moeder naar het ziekenhuis konden om de scan te doen. Dus uiteindelijk heeft Marius haar de volgende dag op kunnen halen. En met haar naar het ziekenhuis. Nou, uiteindelijk geen trombose. Gelukkig. Maar ook niks te zien op de scan van de enkel. Bloedwaardes waren goed. Dus het is een mysterie. Het is eigenlijk, ja, misschien toch verzwikt of iets dat haar enkel daarna nu helemaal dik is. Ze moet met haar poot omhoog. maar ook blijven lopen, want anders krijg je natuurlijk wel weer trombose. Dus ja, ze had de tromboseprik gekregen trouwens die avond. En ja, verder is het afwachten. Maar het is natuurlijk allemaal super onhandig, omdat ze dus geen auto mocht rijden. Ja, je zit al zo onthand en dan ook nog je been. Dus nou, dat was wel lekker. Maar goed, gelukkig is het allemaal, was het niks ernstigs en viel dat weer mee. Maar we waren wel weer lekker paraat allemaal. Ik ga jullie natuurlijk weer op de hoogte houden en meenemen in mijn proces van de operatie. En ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het weer een toffe vlog vond. En ik zie jullie weer heel graag bij de volgende video. Ciao!